Hallo iedereen, goedemorgen en welkom terug, of goedemiddag. Voor mij is het goedemorgen. Ik ben blij te horen en te lezen dat jullie echt iets halen uit deze video's rond het mysterie van tweelingval. Het is echt de bedoeling om daar meer informatie over mee te delen, om een aantal, hoe heet het ook alweer, een aantal heilige huisjes omver te duwen en eigenlijk de mysteries daarvan echt te gaan oplichten. Oplichten. Niet oplichten in een negatieve manier, maar echt verlichten. Nu, vandaag in deze video, in deel 4, wat voorlopig het voorlaatste deel is van deze kleine videoserie, wil ik het met jullie hebben over het overstijgen van het fysieke. Nu, door de manier waarop de connectie is ontstaan, dan leren we waardevolle zaken over waar dat het echt om gaat. En het gaat eigenlijk nooit om het fysieke. Nu, voordat we verder gaan, voor degenen die me nog niet kennen, ik ben Lindsay, ik noem mezelf transformatiecoach, want dat is iets die gemakkelijk te begrijpen is, maar ik ben ook een healer, tweelingvlam, indigo en nog zoveel meer dingen. En als je dus wilt samenwerken met mij, dan kan dat op verschillende manieren. Ik help jou als tweelingvlam, als lichtwerker, om nog meer in je kracht te gaan staan en om de dingen te gaan leren begrijpen, om het leven te gaan leren begrijpen, om te leren manifesteren, zodanig dat je niet alleen het tweelingvlam kan aantrekken, of niet alleen de liefde van je leven kan aantrekken, maar echt alle mensen kan gaan aantrekken. En dat je echt gewoon een gelukkig, harmonieus leven kan gaan leren. Want dat is waar uiteindelijk de volledige bewustwording over gaat. Dat we allemaal samen groeien naar een beter wereld, meer vrede, harmonie. En dat gaat niet door bloedvergieten. Dat gaat vanuit ons hart, dus van binnen naar buiten. En daarom spreken we ook zo vaak zo binnen, zo buiten. Dat is één van de universele wetten. Dat wat betreft mijn stukje, of waarmee ik jullie kan helpen natuurlijk. Snel ook nog even, ik ben bezig met een nieuwe idee, omdat ik merk dat de trajecten voor sommige mensen nog een brug te ver zijn. Dus ga ik samen met een aantal mensen die al heel de tijd met mij samenwerken, die al heel de tijd met mij onder ondersteuning zijn, en waar ik weet waar ze klaar ook voor zijn om in hun lichtwerkerswerk en hun missie te gaan stappen, ga ik een membership opstarten. De membership is echt de bedoeling om wekelijks samen te komen. Ik ga ook een pagina maken. Ik ga die dan ook delen binnenkort. Hier onder de video's en ook op mijn website natuurlijk. Maar dus dat is echt de bedoeling om te verbinden met andere mensen. Die ook doorheen die bewustwording gaan. Die ook op pad van tweelingvlam of tweelingzielen lopen. Die ook op zoek zijn naar die diepe soulmate-relaties. Of die gewoon zelfs problemen hebben in een relatie, maar die eigenlijk op zoek zijn van hoe kan ik dat hier nu op een goede, gezonde, vanuit een hoger bewustzijn anders gaan aanpakken. En daarin gaan we dan eigenlijk wekelijkse coach-sessies hebben via Zoom. Afhankelijk van welk soort membership dat je neemt, dan gaan er ook nog mogelijkheden zijn om een volledige WhatsApp-ondersteuning te krijgen. En ook nog een 1-op-1-reading, een 1-op-1-sessie. Maar dat komt dus allemaal later. Maar daar ben ik dus nu op dit moment mee bezig om dat allemaal technisch gezien klaar te stomen, zodanig dat we ook zo snel als mogelijk voor jullie op die manier van dienst kunnen gaan zijn. Omdat ik net merk dat de trajecten die er nu staan, voor sommige mensen dus nog wat te ver zijn, nog wat te hoog gegrepen, nog wat te ontastbaar is, gezien dat we daarin gaan werken met die universele vlam. Of omdat ze gewoon nog niet klaar zijn of zich nog niet klaar voelen vooral om één op één echt de diepte in te duiken. En dat is oké. En dat is dan mee om daarin te doen waarin dat geleid wordt en daarin dan nieuwe dingen aan te bieden, zodat jullie weer behulpzaam kan zijn. Zo, over deze video, over dat fysieke. Het gaat eigenlijk nooit om het fysieke. Dat is een van de dingen dat ik ook in de vorige video's al gezegd heb. Maar, wanneer je dus... Ik moest eventjes mijn stofzuiger gaan binnenhalen en ik was buiten gereden. Maar dus, wanneer je tweelingvlam ontmoet, dan ga je merken dat er een aantrekking is. Maar wat ik hoor en zie soms gebeuren, is dat eigenlijk die aantrekking niet altijd te vinden is op fysieke vlak. Om een heel grappig voorbeeld te geven. De eerste keer dat ik in contact kwam met mijn Divine Masculine, met mijn tweelingvlam, dan vond ik dat echt super macho. Maar zowat. Maar dat komt dus, waarom is die aantrekking eigenlijk niet altijd onmiddellijk op fysiek vlak? Dat komt omdat die connecties, zeker tweelingvlamconnecties, tweelingzielconnecties,
Dat zijn eigenlijk energetische verbindingen. En die energetische verbindingen die zijn even oud als het ontstaan en het bestaan van jouw ziel. Dus het gewicht ligt op die energetische verbindingen, niet op dat fysieke. Maar naarmate dat je dus verder op dat bewuste pad loopt met je tweelingvlam, dan gaan jullie merken dat jullie net vanuit die fysieke verbinding, vanuit die energetische verbinding, dat je ook een mentale en dan een emotionele connectie gaat gaan opbouwen. En dus het fysieke en dat passionele leuk, dat gaat eigenlijk als vanzelf komen. Dus daar hoef je eigenlijk geen zorgen over te maken. Waar bij soulmates, en zeker bij zielen waar je eigenlijk een karmische les mee deelt, ik zeg bewust geen karmische relaties, of karmische partners of wat dan ook, maar op zich zijn die personen niet karmisch. Het gaat over wat je te leren hebt. Maar bij dergelijke relaties, dan doet de fysieke aantrekking eigenlijk als dienst als een magneet. Want anders zouden jullie zielen nooit naar elkaar toegetrokken worden. En dat karmische die dan tussen jullie hangt, dat zorgt er eigenlijk namelijk voor dat je, want dat zorgt ervoor dat je zo ver mogelijk van elkaar zou willen verwijderd zijn. Dus bedacht het universum die fysieke aantrekking als een lokmiddel. Je zou het kunnen zien als een wortel, hè, voor dat konijn of voor het paard. En dat ze dan zo op die manier vooruit gaan, omdat ze altijd maar die wortel willen halen. Maar dus dat betekent dat van zodra je de lessen geleerd hebt met die specifieke persoon, dat de aantrekking of de resonantie, waardoor je dus niet meer eigenlijk met elkaar resoneert, hè, niet meer afgestemd bent op elkaar. En zeker wanneer dat gaat om vriendschappen, want daar heb je niet echt zozeer die fysieke aantrekking. Maar dan ga je merken dat die eigenlijk oplost als sneeuw voor de zon. En dan lijkt het alsof hij plots al bij een andere taal spreekt. En hoe je het dan ook draait of keert, en of dat je nu werkt aan die polariteit tussen mannelijke en vrouwelijke energie, het zal nooit meer zo goed voelen als voorheen. Zeker niet als het ook bedoeld is om niet samen te blijven. Dus als het bedoeld is om in vrede, in liefde, in harmonie eigenlijk uit elkaar te gaan. En dat is een les die veel zielen nog te leren hebben. We mogen mensen loslaten wanneer dat je zielsgroei dit vraagt. Je kan mensen niet meetrekken of veranderen omdat je angst hebt hen los te laten. Je kan ook hen, zeker als tweelingvlam of lichtwerkers, dan voelen we ook het potentieel van die andere mensen. En dan, ook dan is het nog extra lastig. Ik heb dat zelf ook meegemaakt in mijn eigen huwelijk. Maar ik moest uiteindelijk voor mezelf kiezen. En dat is wat heel veel mensen nog niet begrepen, want die enkel maar in die 3D zitten. Ze zien alleen maar dat huwelijk en dat je daarin blijft. Maar je kan je eigen zielsgroei niet tegenhouden. En dan is een boterbriefje of een huwelijk of wat dat dan ook is, of geus of kinderen of wat dan ook, dat is niet krachtig genoeg om jullie samen te houden. Want je zielsgroei is nummer één. Ook bij tweelingvlammen, je zielsgroei is nummer één. Dat moet altijd op de eerste plaats staan. En dus dat betekent dat je mensen niet kan meetrekken. Je kan mensen niet veranderen. Want het enige dat je doet, is eigenlijk jezelf tegenhouden. Je eigen groei tegenhouden. Je eigen capaciteiten klein houden. Je eigen overvloed tegenhouden. En daarom is het ook belangrijk dat je de afhankelijkheid daar helemaal rond, dat je dat gaat gaan helen. En dat je gaat zien dat wanneer je dat gaat gaan doen, dat je inderdaad mensen loslaat vanuit vertrouwen, vanuit die overgave, ga je zien dat je veel gezondere en evenwichtere relaties gaat kunnen aantrekken. En zo is het ook belangrijk om bewust te zijn dat we de Kundalini-stroom, waar dat veel over gesproken wordt, dat die er eigenlijk ook al altijd al geweest is. Dat is geen fysiek proces die plots in gang schiet of er plots is, maar dat is eigenlijk een reactie van het lichaam op een energetisch proces. Wat dat maakt dat je dus niet fysiek hoeft samen te komen met je tweelingvlam om je Kundalini een boost te geven. En ik zeg bewust niet te activeren, maar het gaat echt om een boost te geven. Van zodra je dan natuurlijk bewust gaat gaan verbinden, dan ga je het ook gewoon veel meer gewaar worden. Ondanks het feit dat die verbinding er voordien eigenlijk ook al was. En de kundalini voordien ook al stroomde. Alleen, jij herkent het enkel op een andere manier. En je herkent het veel bewuster. Je gaat het veel bewuster gaan voelen. Omdat het ook veel heviger is. En dat is hetgeen wat je ook zou kunnen vergelijken. Voor mijn tweelingvlam, voor ik hem bewust kende, dan gebeurde het ook soms dat ik gewoon, terwijl ik aan het slapen was, dat ik gewoon orgasme zat. En ik wist op dat moment ook niet wat er aan de hand was. Maar ook dat is te maken ook met die energetische verbinding die je hebt en met die astrale seks die er gebeurt. Dus dat zijn allemaal dingen waar we eigenlijk moeten leren op een juiste manier te gaan interpreteren en gaan begrijpen wat er echt aan de hand is. Nu daaraan gekoppeld, ook hetzelfde verhaal met telepathische communicatie. Die telepathische communicatie is er altijd al geweest. En wanneer je dan bewuster bent dat die persoon jouw tweelingvlam is, of dat jij gewoon bewuster bent, toekoer, dan ontwikkelt die telepathische communicatie zich natuurlijk ook verder.
Nu, eerst en vooral is je tweelingvlam ook niet de enige waarmee je telepathisch communiceert. Dat doe je met iedereen. En vandaar dat tweelingvlammen ook heel snel gaan oppikken of dat iemand de waarheid vertelt of probeert een masker op te zetten. En dat is hetgeen wat ik dus had en voelde en ervaarde wanneer ik de eerste keer met mijn tweelingvlam contact had, wanneer ik eigenlijk een foto zag. Dat ik echt dat gevoel had van dat macho en dat onoprechte. Maar dat was zijn shield, dat was zijn ego, dat was een manier waarop hij zich probeerde tentoon te stellen en stand te houden in de maatschappij. Wat zoveel mensen doen, nog op dit moment nog steeds. Maar het verschil is tussen wat je dan voelt met je tweelingvlam en met andere mensen, is dat net door die energetische verbinding die je hebt met je tweelingvlam, dat nog eenvoudiger is om elkaar te horen, elkaar te voelen en elkaar echt te zien. Je kijkt doorheen die patronen, doorheen die verdedigingsmechanismen, doorheen die dikke grote muren dat we allemaal rond ons hart hebben opgebouwd. En dat is hetgeen waar je soms gewoon ook dingen weet van je tweelingvlam, zonder dat je. Dat zij het effectief ook zeggen of een bericht in een bericht sturen of ja, wat dan ook. En zo is het niet ongewoon dat je plots zin gaat hebben in een bepaald voedingsmiddel. En dat je dan altijd hoort van je tweelingvlam of dat je dan merkt of op Instagram ergens iets ziet of wat dan ook. Dat ze eigenlijk net hetzelfde hebben gegeten als jij die dag. Dus dat is een heel simpel, stom voorbeeld. Maar dat gebeurt. Alles over muziekkeuzes. Zit hem soms in hele, hele kleine dingen. Maar ook hier weer, dat is geen bewijs of dat iemand jouw tweelingvlam is of niet. Dat ga je zeker niet zo krijgen, altijd zo krijgen in de fysieke wereld. Zeker niet in het begin dat je op het pad loopt. Omdat net de bedoeling is dat je leert gaat gaan vertrouwen op de dingen die je voelt. En dat als waarheid gaat aannemen. Zonder dat je het altijd onmiddellijk bevestigd krijgt in de 3D, in de realiteit. Dus, ik zou zeggen, gebruik ook die verbinding dat er is met jouw tweelingvlam, met je tweelingziel of met een diepe soulmate-connectie, als je geen tweelingvlam bent, om als een soort van voeding voor alles wat je doet. Laat de liefde die je voelt voor je tweelingvlam die brandstof zijn om je leven positief te gaan veranderen. In plaats van energie te gaan verliezen, in plaats van te gaan panikeren rond de dingen die er nog niet zijn, rond de dingen die nog niet duidelijk zijn. En ik weet, dat is enorm, 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 enorm lastig. Maar weet dat voornamelijk en enkel ook alleen maar jouw schaduwen zijn die het meeste pijn doen. Dus naarmate je verder op dat pad loopt, dan ga je ook merken dat je nooit afgescheiden bent van je tweelingvlam. Dat je hem of haar op elk moment van de dag bij je hebt. Als je gaat gaan slapen, als je aan het werk bent, zelfs hier nu, terwijl ik hier de video aan het opnemen ben, is mijn tweelingvlam ook bij mij. Echt altijd. Niet fysiek, maar hij is hij wel. En daarom is het belangrijk om je connectie en je eigen processen aan te kijken, aan te vliegen vanuit dat hogere, vanuit die etherische wereld. Te gaan kijken van iedere keer, zelfs niet alleen je tweelingvlam, maar gewoon alles in je leven, elke relatie, om die vanuit dat hogere te gaan bekijken. En te gaan kijken, oké. Vanuit zielsaspect, wat wordt hiermee getoond? Welke les zit erachter? Wat zijn de dynamieken? En dus probeer zo vaak als mogelijk dat overzicht te houden en alles te bekijken vanuit het aspect van je ziel. En dat gaat je leven enorm vereenvoudigen. Want uiteindelijk, dat is ook echt wie dat je echt bent. Ongeacht van de drama om je heen, ongeacht van hoe de realiteit eruit ziet. Ware vrijheid zit in jouw energie. Het is een bewustzijnstoestand. Het is niet het bedrag op je bankrekening. Het is niet met welke auto je rijdt. Het is niet onder welk huis je woont. Het is niet welke kleren je draagt. Het is de energie waar je bent. En dus vertrouw op de integriteit van jouw ziel om elke angst te overstijgen. Om elke overtuiging die je overgenomen hebt. Om elke conditionering aan te kijken. En om bewust te zijn van jouw onsterfelijkheid en jouw goddelijkheid, als ik het zo kan noemen. En dat heeft niks te maken met katholieke kerk, maar met goddelijkheid bedoel ik dan eigenlijk jouw kracht, jouw. Wie dat je in essentie bent, de verbondenheid die je hebt met het universum en alles wat dat leeft. En dat is waar authenticiteit uiteindelijk ook over gaat. Namelijk, wanneer je authentiek in het leven staat, dan zijn eigenlijk op energetisch niveau de verschillende multidimensionele delen van jouw bewustzijn geïntegreerd in je fysieke lichaam. En dat is het moment wanneer dat we zeggen van je hebt jezelf gerealiseerd. Waardoor dat alles wat je doet in je leven, alles wat je zegt, de manier waarop je in je leven staat, de manier waarop je keuzes maakt, ontstaan vanuit die verbinding van je ziel. En dat is wanneer dat ze zeggen verlichting of ascension. Ascension, als je het zo vertalen, dat is eigenlijk opstijging. Het is niet dat wij opstijgen en er niet meer gaan zijn. Nee, het is eigenlijk onze hogere delen, ons hogere zelf, onze ziel eigenlijk, dat we gewoon laten neerdalen over ons heen. En eigenlijk laten integreren volledig in ons fysieke lichaam. En dat maakt
dat voor heel veel mensen de tijd nu hier op aarde super lastig is. Want het is niet de bedoeling dat hun fysieke lichaam meegaat en hun ziel inderdaad ook integreerd wordt in wie dat ze werkelijk nu zijn. En dus heb daar ook begrip voor. Forceer geen dingen vanuit je eigen angsten, maar laat elke mens, elke persoon zijn eigen proces gaan. Of dat nu jouw kind is, of je ouder, of je partner, of je beste vriendin, of zelfs je dieren. Laat elke mens in zijn eigenheid, in zijn waarheid. Want persoonlijke groei laat zich niet forceren. En dat is ook de reden waarom dat ik voortdurend ook mijn diensten aanpas, om te kijken wat dat er nodig is, wat dat er mag ontstaan. Zodanig dat we zoveel mogelijk mensen wel kunnen helpen en vooruit helpen en uit die mindfuck, om het als zo als het ware te zeggen. Maar eigenlijk die matrix, de enige matrix is geen systeem buiten jezelf. Een matrix is je eigen overtuiging, je eigen conditionering, dat je eigenlijk al die jaren, afhankelijk van hoe oud je bent, maar eigenlijk ook zelfs nog in vorige levens, hebt waargenomen en aangenomen als jouw waarheid. Daar is het grootste en lastigste werk, dat maar iedereen al gemerkt heeft die met mij samenwerkt. Dus zet stap voor stap naar het leven vanuit je scheppersenergie. Ik ga het zo noemen. Vanuit die goddelijkheid, vanuit je autonomie. Wat dus vanuit die hogere delen is. En daarom ook geef ik altijd advies om te doen waar je hart van open gaat. Waar je zo'n diepe vervulling van voelt. Waar je zo verbonden voelt met de natuur en het leven om jou heen. En dan ga je zorgen dat wanneer je dat meer en meer gaat gaan doen, dat je eigenlijk je eigen mannelijke energie een kracht wordt, een dragende kracht wordt voor het vrouwelijke in jezelf. Voor je vrouwelijke energie in jezelf. Dan creëer je die eenheid. En daardoor gaat dan het realiseren van jezelf en het manifesteren van jezelf als ziel, als energie hier in het fysieke leven, dat gaat als vanzelf, dat gaat moeiteloos. En om jou bij dit stukje behulpzaam te zijn, dan kan je werken met de blauwe vlam. De blauwe vlam leert ons ook namelijk dat je goed bij je daadkracht kan komen wanneer dat je eigen wil en dus jouw ego verbonden zijn met je wezenessentie. En dat is eigenlijk het punt waarop je beslist om je eigen vrije wil te gaan gebruiken om keuzes te maken in lijn met jouw ziel. En dat creëert dan dus die innerlijke verbondenheid, die eenheid die jou een leven laat vormgeven vanuit dat bewustzijn, waarbij dat de handelingen eigenlijk ook acties zijn vanuit die innerlijke verbondenheid, vanuit afgestemd, zoals dat we zeggen, afgestemde actie nemen vanuit die verbinding met je hogere zelf, met je bron, met je ziel. En waar dat je eigenlijk altijd voordien dingen gaat gaan plannen, gaan bedenken, gaan uitzoeken, gaan brainstormen. Dat is het ergste dat je kan doen, van brainstormen. Ga gaan zitten, ga gaan voelen, ga gaan mediteren, ga in stilte gaan zitten, ga gaan douchen, ga gaan wandelen. Het maakt niet uit, maar ga alsjeblieft niet brainstormen. Want dan doe je het vanuit je logische mind en dan zet je eigenlijk jezelf sowieso ook weer vast. Zo, de video is iets langer geworden, want ik heb een aantal dingen aan toegevoegd, omdat ik daartoe werd geleid en geïnspireerd. Maar dus ik hoop dat je begrijpt dat fysieke niet the way to go is, maar dat je het eigenlijk altijd vanuit de andere weg mag gaan aanvliegen. Ik wens je een fantastische vrijdag en uitzonderlijk heb ik voor morgen ook een video klaarstaan en dat is dus deel 5.